Een vroedvrouw die wordt heel vaak gezien als iemand die bezig is met de zwangerschap, met de arbeid en de bevalling en de hele periode daar rond. Maar eigenlijk, ons beroepsprofiel is veel breder dan dat. Denk maar bijvoorbeeld aan het praten over seksualiteit. Wij zijn 4 studenten van het laatste jaar vroedkunde en ons project heet Let's Talk About Sex met de vroedvrouw. We hebben 3 lespakketten uitgewerkt: anticonceptie, menstruele cyclus en sexting en grensoverschrijdend gedrag. En dan hebben we daar workshops over gemaakt. En die workshops zijn eigenlijk bedoeld om jongeren te sensibiliseren over seksualiteit. We hebben de workshops op een ludieke manier en op een interactieve manier uitgewerkt. We zijn niet de leerkracht, we zijn de vroedvrouw die voorlichting komt geven over seks. We willen de leerlingen zelf ook ideeën laten inbrengen in de workshops. Door bijvoorbeeld vragen te stellen aan ons, persoonlijk ideeën uit te wisselen. Wij vertellen ook over onze persoonlijke ervaringen. Bijvoorbeeld welke anticonceptiemiddelen wij gebruiken. De voor- en de nadelen. Wat heb ik daarvan ervaren? Echt zo die persoonlijke dingen, wat onze workshop denk ik ook wel zeer interessant maakt. Wij hebben ook een Train the Trainer project opgericht. Dat is eigenlijk een soort draaiboek. Dat maakt het gemakkelijker voor andere instanties om de workshops dan ook over te nemen. We hebben workshops gegeven op middelbare scholen en bij een jeugdwerking Mind 35. Waardoor we dus ook in contact komen met bijvoorbeeld kwetsbare jongeren. Het is ook zeer belangrijk dat zij deze workshops krijgen, want zij komen evenzeer in contact met seksualiteit. We hebben dan een kennismaking gedaan, zodat ze eigenlijk wel een vertrouwensband hadden opgericht met ons. Jongeren durven nooit in een aula van 250 man te gaan praten over hun seksualiteit. Als we dat doen in kleinere groepjes, hebben ze meer dat veilige gevoel, het intiemere. Zij vertrouwen ons, wij vertrouwen hun. En dat is de bedoeling. De reacties waren eigenlijk heel mooi. Ze hebben dan aangegeven dat ze het heel interessant vonden en dat ze het ook effectief nodig hadden.